Ik heb een klein stukje rijk aan meegehad. Ik moest aan de ene kant wel lachen om dat meisje bij iedere deur zit te piepen. En ja, ze kan ook dan niet plassen. Je zit even een klein stukje, op een klein stukje wel kunnen plassen bij een boompje. Omdat daar geen huizen stonden op dat stukje. Zo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag 4 oktober, dierendag, vandaag. Ja, en ik zou vandaag een stukje Rijka meenemen. Ik ga eerst naar die straat toe waar ik gebleven was. Dan kom ik weer naar huis, ik gelijk naar de wc en dan pak ik Rijka mee. Ja. En dan neem ik die het laatste gedeelte mee. Ja, want ik ben daar bezig. Nou, dan moet ik de Molenstraat doen. De Keizersgracht. Nee, de kanaal. Ja, Keizersgracht en de Kanaalweg. Nou, de Kanaalweg is mijn klein stukje. Ja, dat is mijn klein gedeelte. Dat is bij die nieuwe Hoge Herenhuizen. Dus ja, dat is mijn stukje. Want die toren die doe ik niet. Dat is een, ja, moet je omhoog met lift en alles. En dan moet je maar net weten hoe dat allemaal daar van binnenin loopt. Ja, bekijk het even. Dat doen de anderen maar hoor, die er meer verstand van hebben, maar ik niet. En dat heb ik ook aangegeven. Ik doe geen flats of wat dan ook. Nee, dat breng ik niet aan. Dus, maar in ieder geval neem ik Rijka even mee. Even kijken wat die ervan vindt. En dan als ik thuis kom, neem ik ze allebei weer. Ja. Ik ga zo ook even met ze uit. Dan hebben ze het Rijka gewoon ja, een extra rondje. Ik kan er ook niks aan doen. Mag ook wel eens een keer. Want ik heb Elving ook wel eens op de booster mee, weet je. Met knap weer, hup, even de dijk op met Elving en dan laag Rijka thuis. Dus ja, kan allemaal. Ja, echt wel. Ja, ik vond nog allemaal oneffigheden in die taten. Bobbeltjes en dingetjes. Ja, wat nou mijn huid zelf is. Ik weet niet. Maar in ieder geval, ja, het moet nog steeds afgemaakt worden. Maar hij wil het niet doen zolang ik zo ben. Hè. Gaat het hem niet worden? Nee, wil ik zelf ook niet. Want als je alle hoesten moet terwijl hij bezig is, ja, dan beweeg je. Dan gaat het hem niet worden. Nee. Maar in ieder geval, dierendag, zeg ik. Nou, dan krijgen ze om te beginnen gewoon allemaal snoepje. Rijka, moet je snoepie? Zo snoepie moet je op de bank gaan. Ja, op de bank, hè. Ga je ook even zitten dan, weet je? Kom dan. Oh, oh. Vind je hem? Zoeken. Waar is die nou? Zoeken. Is die pleite, Josje? Ik zie hem. Ja, ik zie hem. Vrouwtje ziet hem. Vrouwtje ziet hem. Moet ik even de stok pakken. Ja, vrouwtje ziet hem hoor. Ja, prullenbak staat er over. Nee, niet prullenbak, krantenbak. Nee? Weer opnieuw beginnen, hè, kind. Ja, nee, ga maar op de bank. Ga maar op de bank. Ga op de bank. Ja. Zit er dan. Oh, kind. Ga je ook eens even zitten? Zitten. 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 Kom eens zitten. Laat wezen, zitten. Ja. Omdat het dierendag is, maar dan hoef je hem niet buiten te zijn. Wat dik, ja. Ja, dat is niet nodig hoor. Boefie. Is je boefie. Krijg een poot. Hé, krijg ik een poot voor jou. Dankjewel. Krijg ik voor jou ook een poot. Krijg ik voor jou ook een poot.
Dankjewel. Zijn we lief, hè? Ja. Ja, dat zijn mijn meisjes dus, hè. Die zijn lief. Ja. Die zijn super lief. Ja, en ik ben nog steeds niet in orde onder dat ik gek doe, hoor. Nee. Ik heb, ik kwam ook net, net van bed. Ik ben wel boven ook nog aan het scharren geweest, want ik... Kandalf heeft 2 keer aan toe overgegeven, dus dat kon ik oprapen en opruimen. En die dweil ik eventjes in de wasmachine, het was geen dweil, een handdoek heb ik eventjes op een kwartiertje gezet om te spoelen. En die kon ik weer gebruiken, ja, dus die is alweer smerig. Want daarna dat hij schoon was, vond Kandalf het fijn om nog een keer dus over te geven. Dat was de 2e keer, dus heb ik hem weer gebruikt. Nou, ik denk, gaat goed hier, meneer Heus. Ja, en dan ben je zelf ook lang nog niet in orde. En ik heb knallende hoofdpijn gehad. Dat is wel weer gezakt, maar ik ben zo duf als een knij. Ik weet het allemaal niet. Komt het zelf wel goed? Ik heb ook trouwens gisteren al de spullen van het Halloween naar beneden gehaald, maar ik wil de ramen ook schoon hebben. En ik heb er net eventjes de vensterbank op mijn slaapkamer ook een plant weggehaald van zijde. Want dit moet allemaal naar boven, hè? Ja, dus. Maar ja, komt allemaal goed. We gaan nou met de meisjes even lopen en ik hou gewoon vol goede moed. We gaan gewoon door met die banaan. Ja, wat moet je anders doen, hè? Ja, stilzitten kom je er ook niet. Nee. En dood gaan we toch allemaal te zijn de tijd, wanneer of we nou willen of niet. Maar ja, ik heb gisteren een nachtelijke film gezien. Dan hadden ze hier op hun arm, en dat gaf groen-geelachtig neonlicht, de tijd in hun arm. Hoe lang ze te leven hadden. Maar ze konden elkaar ook levens erbij geven. Want er was er eentje, die was al over de 300 jaar, maar die zag eruit als een, als een god, als een knappe prins, laat maar zeggen. Ja, dus het bestaat gewoon niet, maar die had geen zin meer om verder te leven. Hij zei, ik ben al zo oud, hij zegt, maar hij zegt, ik wil niet meer. Dus die gaf zijn tijd nog weer door aan een andere gast. Ja, en die wou zijn moeder helpen, dus die vloog, rende hard naar zijn moeder, maar dat was net te laat. Zijn moeder rende ook, maar ja, die rende wel waarschijnlijk wat zacht. Maar het was zo'n achterlijke film en ik dacht echt aan datgene wat dat zootje in Den Haag eigenlijk zou willen. Ja, dat je een poppetje wordt van de maatschappij, want dat waren net echt poppetjes van de maatschappij, weet je. Echt van die achterlijke idioten, je laat je toch niet een tijd aansmeren om nog zo lang te mogen kunnen leven. Je rot op. Nee, doen we maar niet. Het is mooi zoals het nu gaat en het is gewoon je tijd wanneer God ons haalt. Zo denk ik erover. En ik mag nog gewoon blijven. Maar ja, ik ken ook zomaar geschieden hoor, je weet het niet. Nee. Maar ik ga nou lekker lopen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze met alles wat jullie doen. Maar geniet ook een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, we komen hier aan. En er is het een en ander aan de hand. Ik moet even het gras op. Omhoog. Omhoog. Microfoon heen gesproken, maar wat er gezegd wordt, Joost mag het weten. Het is er nogal druk. Oh, daar ben ik wezen. Ik zat omhoog te filmen. Ja, ik kwam omdat ik omhoog moest. Zo wordt er in ieder geval toegesproken hoe en wat. Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Ik ga even weer eerst eraf. Als het allemaal wil.
anderen kunnen ook verder lopen. En dan zal ik even weer uitzoomen. Zo. Rijka toch. Kan je gewoon op één plek gaan zitten te staan om te poepen? Of ik hem bekende zie, maar ik weet niet zeker. Maar ja. Maar we gaan weer verder, lieve vrienden. En dan staan we hier. Onze koffiekarretje. Ja. Ja, dat is. En wat er aan de hand is, Joost mag het weten. Er staan er een paar met bloemen. Nou, dat wil je ook niet weten. Grote, dikke bossen. En daar is weer een collega. Ja, we zijn collega's in principe. Ik ben een YouTubester dus. Ja. Nou, geweldig weer. We gaan naar huis. Het is mij te koud. Ik moet straks ook weer lopen. Hé, dametjes? Rijka hier. Nou, daar zitten. Ga zitten. Ik zeg ga zitten. Zo ja, en wachten. Nou, we gaan weer opruimen, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot straks. Zo, lieve vrienden, ik ben gelukkig weer thuis. Ja, ik ben back af. Ik heb een klein stukje Rijka mee gehad. Ik moest aan de ene kant wel lachen om dat meisje bij iedere deur zit te piepen. En ja, ze kan ook dan niet plassen. Je zit even een klein stukje, op een klein stukje wel kunnen plassen bij een boompie. Omdat daar geen huizen stonden op dat stukje. Maar voor de rest, ja, het is iedere deur. En dan moest ze voor mij wachten. Hè. En als ze moet wachten, dan gaat ze zitten. Ja, dan zeg ik wachten, dan gaat ze zitten. Toppie. Maar dan gaat die deur op binnen en dan gaat ze piepen. Want dan wil zij ook wat hebben, want dan wordt er wat in die bus gedaan. Maar dan wil zij ook wat hebben. Nou ja, ze heeft er nog wat gekregen van een hele lieve vrouw. Je moet je thuis nog een hondje. Ja, maar dan krijg je, dat weet ik, je krijgt ook nog meer mee. Ik denk, nou ja. Wat lief, hartstikke lief. Waren koekjes met rozijntjes erin. Nou ja, dat lusten ze wel, rozijntjes, ja. Of krentjes, weet ik veel. Maar in ieder geval, dat hebben ze lekker opgepeuzeld. Rijka heeft er eentje gekregen al daar. En ik kreeg dus koekjes mee. Nou ja, en hebben ze, thuis hebben ze allebei evenveel nog gehad. En dat ging er wel in bij de dames. Nou ja, het is dierendag. Dus ja, ik heb ze ook al verwend. Ze hebben er net weer, voordat ik wegging, kregen ze zalm uit. Toen hebben ze er twee gekregen. Nou hebben ze er weer net eentje gekregen. Voor mij zit er een pizza in de oven. Ik ga zo eten. En ja, we zijn ook weer ergens achtergekomen vandaag. Bij het nieuws.
Verdorie, ik dacht dat Prins Bernhard zo lief... Dat dat de enigste man was die lief was van dat, dat zootje daar. Maar nee, hij is... Even zien hoor. Een lidmaatschapskaart van Prins Bernhard is gevonden. De kaart van Adolf Hitlers nazi-partij. Ja, nou ja, ik schrok ervan, dat had ik niet van Bernhard verwacht. Maar ja, helaas. Maar ja, ik ben nog meer aan de weet gekomen. Want ik kwam net twee lieftallige vrouwen tegen, met ook aan de wandel met hondjes. Die woonden in Tuindorp en die waren hier helemaal aan het lopen. Oké, prima, maar dat zijn net zulke mensen als ik, dus helemaal toppie. Helemaal geweldig. En die vertelde mij ook het een en ander. Ik denk, wow, waar heb jij dat nieuws vandaan? Dus dat gaan we ook als ik de vlog af heb, want ik ben met de vlog bezig. Tenminste, moet ik nog mee beginnen. Maar ik wil ook goede tijden, slechte tijden zien. Dat gaan we zo meteen eerst zien. En dan ga ik toch even op onderzoek uit. Ja, want dat is wat voor mij echt nieuw. Dat nieuws. Had ik nog niet eerder gehoord. Maar, nou ja, wel, niet waar, moet ik niet jokken. Ik heb het wel al een keer eerder gehoord, maar van een nog een veel jonger iemand. Ik denk, hoe kun jij het maar weten? Want jij bent. Jij had mijn dochter kunnen zijn, ja? En juist die generaties, die weten dat allemaal niet. Maar het is er toch wel eentje die de huizenrik weet te maken van dat gedoe. Ja. Dus, maar oké, ik ga zo meteen lekker eten en ik heb een haak aan mijn nagel, moet ik even afzien te krijgen. En ik wens jullie allemaal natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond toe. En we spreken elkaar later alweer. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ja, ik ga weer met de meisjes lopen. Want dat moet ook natuurlijk gedaan worden voordat we naar bed toe gaan. Ja, hè? Wat hoor je allemaal? Ja, dat is de haak van de deur, schat. Dat is de haak van de deur. Die jij hoort. Elwin, dat is de haak van de deur. Die rammelt tegen het kozijn aan je. Hoor je dat nu pas? Ik hoor hem de hele avond al. De andere hoor dat waait. Ja, dat vernam ik ook trouwens met collecteren dat het waaide. Maar in ieder geval, ik ga dus lekker met de meisjes uit. En als ik terugkom, dan duik ik nog op Facebook. Er is een vlog bezig om gecontroleerd te worden door YouTube. Staat nou net op 2%, dus dat komt allemaal wel. Dat komt vanzelf wel goed. En dan ga ik zo meteen op Facebook als ik terugkom eventjes. En daarna gaan we naar bedje toe. Ja, mijn ogen die branden mijn hoofd uit. Dat is gewoon niet normaal. Misschien dat het eventjes opknapt als ik buiten ben geweest. En dan zien we wel weer. Ik heb Karin eigenlijk ook weer eventjes aan de telefoon gehad. En nou ja, die hoorden het ook wel aan mijn stem. Ja, daar kan ik nou helemaal niks aan doen. Ik ben hees. Ja, ik kan er niks aan doen. Komt door het hoesten. Zoveel hoest ik niet eens. Het zijn enkel af en toe is. Nou ja, 2 tot 3 hoestbuitjes. Wat ik krijg en voor de rest niet. Dus ja... Het doet ook niet zeer, hè? Nee. Ik ga er zelf alweer over. Af en toe heb ik nog wel eens gewoon een kuchje ertussendoor. Maar verder, ik mag niet klagen. Ik word er enkel wel moe van. Lamlendig. Ja, en mijn ogen die branden nou mijn hoofd zo wat uit. Nou ja, misschien wat frisse lucht. Komt het ook misschien wel weer goed. En zometeen nog lekker even een sapje als ik weer terugkom. En ja, daar heb ik wel even zin in. Maar ik wens nu wens ik jullie allemaal een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen uiteraard. En morgen hopelijk dat iedereen weer gezond uit zijn bed kan komen. En word je al ziek, nou ga niet direct naar de dokter toe. Want die dokters zijn ook niet meer te vertrouwen van tegenwoordig. Vooral diegenen die ook een spuit hebben gehad, die zijn niet meer te vertrouwen. Ik vind het sowieso al een hele achtelijke, rare vraag van een huisarts. En wat denk jij waar ik je mee zou kunnen helpen? Hallo, ik ben geen arts, hè? Jij bent hier de arts, dus ja, vertel het mij. Ja, ik hoef het jou niet te vertellen, jij moet het mij vertellen.
Ik heb jouw winkel te vertellen wat ik een keer. Nou ja, je hoort het wel aan mijn stem, bij wijze van spreken, hè? Doe maar wat. Nou, dan moet hij in mijn keel kijken en dan moet hij er wat voor schrijven. Maar ja, dat doen ze niet, dus dat moet vanzelf overgaan. Dat krijg je meestal te horen. Dus ja, wat doe je bij een huisarts? Twee keer niks. Je kan beter thee nemen met gember, verse gember erin. Want poeder, dat is niks. Want er zitten weer andere middeltjes troep erbij in. Dus verse gember. En dan gewoon een lekker theetje maken. En waar ik profijt van heb qua medicatie, ik haal ik gewoon bij de DEA-drogist. Maar dat kan je ook bij een andere drogist halen. Net wat jij in de buurt hebt of waar jij altijd komt. Dat is paracetamol alleen. Ik zal het laten zien. Ik maak wel reclame, maar ik word er niet voor gesponsord. Nee. Ja. Paracetamol alleen liquid. Ja. Zachte capsules. Wordt sneller door je lichaam opgenomen dan die harde dingen. Dus. En dan natuurlijk uiteraard die zuigbonbons, snoepjes van Dr. Vogel. Zijn natuurlijk hartstikke goed. Dat verzacht je keel. En ook gewoon deze. Dat is van... Dat koop je gewoon bij supermarkt. Maak ik ook weer reclame, maar ik word er niet door gesponsord. Nee. Dus. Maar in ieder geval, veel op die snoepjes zuigen, sabbelen en dan komt het ook allemaal wel weer goed. En vanwege de pijn, omdat je door het hoesten pijn krijgt in je spieren, je buik, je rug. Ja, dat gaat pijn doen door het hoesten. Nou ja. Daar heb je die paracetamol voor. En het is ook nog koortsverlagend, mocht je al wel koorts hebben. Maar ik heb nooit geen koorts. Nee. En als ik die thermometer in mijn oor stop, ik heb gewoon lichaamstemperatuur, meer niet. Maar ja, dat ben ik. Maar ik ben niet jullie en jullie zijn niet mij. Dus ja, ik zou niet naar de dokter gaan, maar ik zou mezelf gaan helpen samen met een drogist. Vertel bij je drogist wat je mankeert, wat je hebt en of ze daar ook iets voor hebben. Ja, en dan moet je niet spullen hebben waar heel veel vergif in zit. Kijk, die paracetamol, daar zit natuurlijk ook troep in. Maar probeer medicatie te krijgen waar niet te veel troep in zit. Ja, ik word heel goed geholpen bij de DA, want daar werken een paar dames, die zijn net zoals ik. En net zoals ik dat wil zeggen, dat ik niet gevaccineerd ben voor de corona. En dat ik me ook niet laat prikken. En ik zal me ook niet meer laten testen of wat dan ook. Noppendendo, doe ik niet. En die dames die ik ken bij de drogist waar ik heen ga... Die zijn ook zo, die laten hun ook niet vaccineren voor wie of wat dan ook. Beginnen hun ook niet aan. Nou, probeer, als jij dat ook bent, of u, ga dan naar een winkel waar je van weet waar ook zulke soort mensen werken. Vraag het desnoods beleefd. En dan krijg je antwoord. En vraag dan aan zulke soort mensen die niet gevaccineerd zijn. Of die je willen helpen. Dat je niet te veel troep in je lichaam wil hebben. Heb ik ook gedaan. Nou, en ik word heel goed, heel fijn, heel liefdevol geholpen. En dat vind ik gewoon zo fijn. Ja. Maar nu hebben we dat even gehad. Heb ik uitleg over gedaan. Nou, nogmaals, welterusten. En jullie weten dat God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg gewoon, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!